allemaal en welkom bij een nieuwe video. Eigenlijk kan ik beter gewoon zeggen welkom bij een video. Want ik heb echt al maanden geen video meer gemaakt. Maar dat ik het nooit meer doe, betekent niet dat ik het nooit meer doe. Ik ben in 2 weken 2 keer naar de Action geweest, of in 1 week. En ik ga jullie alles laten zien. Ik denk dat ik het nog wel kan. Dus let's go. De prijzen ga ik in de beschrijving zetten. En het zijn er heel veel. En ik ga niet te lang over alles praten. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt dat ik weer een normale video heb. En laat vooral een leuke reactie achter. Ik pak er gewoon willekeurig wat uit. In mijn eerste tas zitten deze 4 mappen. Ik ben juf, is het licht goed? Leerkracht van groep 4. En ik merk dat ik het heel handig vind om dit soort mappen te hebben. Bijvoorbeeld als ik voor thematijd, thematisch werken. Dat ik dan bepaalde dingen bij elkaar kan doen. Daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Gewoon heel vaak merk ik dat ik vakjes dan niet zo handig vind. En dan heb je zo weinig ruimte in je kast en zit er gewoon heel erg veel in wat je niet kwijtraakt. Dat vind ik gewoon super chill. Dan kocht ik dit boek en het is heel grappig, want toen dit net bestond en al van dat echte merk die er als eerste mee kwamen, weet ik nog dat ik dit kocht op station Duivendrecht bij de Primera of de Asco, die winkel daar heet, voor 10 euro een boekje en dat ik het bijna nooit gebruikte. Maar nu zag ik er één voor 2 euro en ik heb wel het verkeerde gepakt, want ik heb er eentje met allemaal bloemen, terwijl ik liever wat van die abstractere heb met donuts en zo. Maar ik dacht voor 2 euro is het niet erg als ik er heel kort plezier van heb. En niet heel vaak gebruik. En toen zag ik ook potloden. En die zagen er best wel mooi uit. Maar wat ik wel jammer vond is dat het is een heel doosje met roze. En had je een heel doosje met blauw, een heel doosje met groen. Dus ik dacht dat is wel leuk. Maar uiteindelijk vind ik de kleuren op zich best wel heel erg op elkaar lijken. En is het eigenlijk helemaal niet leuk om alleen met roze te werken. Dus ben je eigenlijk verplicht om ook die andere kleuren te kopen. Dus dit is meer iets als je echt vaak kleurt, dan is het denk ik leuk dat je heel veel kleuren hebt. Maar zoals ik heel weinig kleurt, kun je beter gewoon zo'n doosje kopen met daarin 10 verschillende kleuren. Ook kocht ik deze, want Ruben, mijn ex en ik hebben nu allebei een aparte auto. En ik zei, ik wil wel dit ding meenemen, want ik had er heel lang naar gezocht. En toen vond ik het lullig. En toen zag ik precies dezelfde, was gewoon van de Action. Dus ik dacht, ik haal die voor hem, maar toen hoorde ik dat hij hem zelf wel heeft gehaald. Dus nu heb ik er eentje over. Ook kocht ik dit haarmasker, toch? Ja. Bronzer mask. En ik vind altijd haarmasker dingetjes heel erg chill. Dus deze ga ik gewoon lekker aan mijn maskercollectie toevoegen. En mijn vogel proeft echt altijd op mijn laptop. Dus dit leek me wel handig. Oh, dit vond ik te schattig om een keer bij mijn webshop of zo. Ik heb een webshop een keer bij bestellingen te doen of iets. Maar ik vond dit zo schattig. Ik heb laatst ook dit maskertje met een kat geloof ik gekocht. Of met een leopard. Ik heb er best wel veel. Met gedachte om het ooit een keer weg te geven. En ik kocht weer deze sokken. Ik weet niet of dit degene zijn die ik al heb. Maar ik vind dat soort korte sokjes ideaal voor in sneakers of in van die loafers. En ik wist niet meer welke degene waren die ik fijn vond. Maar deze leek in ieder geval dat ze niet na 1 keer uitgelubberd zijn. Oh ja, en omdat het lente is en zomer wordt, vond ik grijs en roze ook wel leuk. Mijn ouders hebben een bad, ik niet. Maar ik vond dit te leuk. Ik zag bij de babyafdeling allemaal leuke baddingen. En ik heb het gevlogd voor een vlog, zodat ik niet allemaal ging kopen. Maar deze heb ik wel gekocht. En dit is dus een soort van knettersuiker, maar dan voor een bad. Ik ben heel benieuwd hoe lang het blijft knetteren en hoe leuk het is. Dus dat, ik ga straks naar mijn ouders, dus dan leg ik het daar neer voor als ik daar ooit ben. En ik liep me verleiden voor van die dingen die ik van mezelf niet meer mag kopen, maar nu voor 1 keertje wel. Dit is zo'n stickerblok. Heel goedkoop. En er zitten dan ja, eigenlijk van die organized stickers in. Eigenlijk organize ik nooit. Maar ik vond gewoon voor 1 euro dat er zoveel leuke tussen zaten dat ik het heb gekocht. Ja. Ik doe dit nooit meer, dus ik dacht het mag wel. Dit soort zakjes gebruik ik altijd voor de webshop. De leuke roze en gele zie ik al een tijdje niet meer. Maar ik heb die meegenomen. En hier is dan nog zo'n stickerblok. Die zitten wat leuker in nog, vind ik eigenlijk. Deze zijn echt geweldig. Ik weet niet, hoe heet dit nou? Theedoek of keukendoek? Keukendoek. Dit is zeg maar het lekkerste om je handen aan af te drogen. Kijk hoe leuk. Ik vond hem zo ontzettend leuk. Ik heb al wel leuke keukendoeken, maar ja... Ik vind deze, daar ben ik echt heel blij mee. Ik had laatst bij de Vibra hele leuke pannenlappen. In roze leopard print heb ik op Insta gezet. Meteen allemaal mensen die zeiden, ik heb het ook gehaald. Maar die vond ik heel leuk, maar deze ook. En ik ben later nog iets anders tegengekomen. Dat zit in mijn andere tas. Dat gaan jullie zo zien. Ik gebruik niet echt meer een beauty blender, dus ik koop ook niet meer die echte. Maar ik merk dat ik voor mijn wallen het misschien toch fijn vind om het weer een keer te hebben. Dus ik kocht een schattig sponsje. En hij leek me wel prima. Ja, weet je, als je niet echt full face het nodig hebt, is het eigenlijk snel wel oké. Okay. Ja, hij is wel een beetje hard, maar niet heel hard.
zal wel prima zijn. Ik heb er nog meer gekocht. Waarom? Ik weet niet wat mijn gedachte hiermee was. Nou ja. Ja, ik gebruik wel veel stickers in de klas en bij mijn webshop. Waarschijnlijk zag ik in elke een sticker die ik heel leuk vind. Ik kocht een cognac sponge. Want dit vind ik altijd lekker. Omdat ik hou echt van scrubben. Maar het is niet goed om te veel te scrubben. En zo'n spons geeft ook een beetje een scrub gevoel. Dus dat vind ik relaxed. Nog een alpaca. Nog meer. Oh ja, ik wist dus niet welke sok ik moest kiezen. Dus ik nam ook nog deze foodies mee. Dit zijn er 5. En nog een masker. Een clay sheet mask. Ik had laatst van dat best wel dure merk wat ik in mijn kerstvideo had. Ik weet echt niet meer hoe het heet. Had ik een sheet masker van klei. Dat werd echt zo hard alsof je gewoon een echt masker op had gesmeerd. Dus dat vond ik heel leuk. Dus ik dacht, laat ik eens een budget variant proberen. Dan heb ik nog iets wat ik er heel chic uit kon zien. Wat heel goedkoop was, namelijk rose water. Maar kijk, het lijkt een beetje op een waterflesje. Maar ik vond het al helemaal leuk om dit in mijn badkamer te hebben. En ik gebruik elke ochtend en avond een toner. Dus hier ben ik ook benieuwd naar of die fijn is. En deze had ik in het roze toen aan jullie laten zien. Dat die rook echt naar Victoria's Secret. Maar die heb ik zo vaak geroken dat ik hem niet meer lekker vind. Dus nu heb ik de paarse. En die ruikt ook lekker. Het ziet er best wel leuk uit. Een beetje diamantachtig. En ik kocht toothpick en brush stokjes. Ik vind die duurdere. Met zeg maar ijzerdraad niet zo fijn. Want die horen heel lang mee te gaan. Maar die buigen me altijd om. En dan kan ik ze niet meer gebruiken. Dus ik dacht, dit zijn van die handige wegwerpjes. En ik moet echt overal dit soort dingen hebben liggen. Anders stoker ik niet. En het is gewoon heel belangrijk. En van de babyafdeling. Ik ga heel snel, I know. Maar anders duurt het gewoon te lang. Ik dacht dus dat één tas niet genoeg was voor een shoplog. Maar dat is echt genoeg. Dit is dus moldable kneedbaar schuimzeep. Ik ga het niet nu testen. Misschien in mijn vlog. Maar dit is toch te leuk. Ik ben heel benieuwd hoe kneedbaar het is. Oh ja, Lynn zei tegen mij dat ik echte fotoalbums moet gaan bijhouden. Omdat, ja, stel dat het internet ooit weggaat of iets, dan heb ik helemaal geen foto's. Dus met die gedachte kocht ik vast fototape. En ik kocht mijn... oh, ik heb de conditioner gekocht. Nou ja, ik dacht dat ik een masker had gekocht. Maar de conditioner is ook fijn van Aussie. De Frizz Miracle. En ik ben nooit zo fan van die slakken spullen. Maar dit was Snail Scrub. En ik wilde het testen. Snail Scrub. En de laatste uit deze tas is dit hele leuke notitieboek. Want ik heb ontzettend veel notitieboeken, maar ik gebruik ze in principe ook. Dus dat was tas 1. Dan gaan we door naar tas 2 en die is groter. In mijn webshop heb ik echt... heel veel van dit soort bakjes. Grote, kleine. En ik had er nog eentje nodig voor enkelbandjes, geloof ik. Dus die heb ik gekocht. Ijsblokzakjes, want ik heb een te kleine vriezer voor blokken. Dus dit is handig. Dan kan ik ze alleen maken als ik ruimte heb of het nodig heb. Nu de doeken. Dat waren dus theedoeken. En dit noem je ook theedoeken. Nou ja, deze zijn dus echt om mee af te drogen. Kijk hoe leuk. Die andere waren dus wat dikker en fluffier. Heel leuk. Hele mooie kleur groen. Dus hier ben ik. Dit vind ik misschien eigenlijk wel mijn leukste aankoop. Dit mandje vond ik best duur. Want hij was 4 euro. Terwijl ik weet dat je echt zulke grote voor 12 kunt kopen. Maar ik vond hem wel heel erg mooi en heel erg stevig. En dit is zo leuk in de badkamer. Ik heb al van Action wat hele leuke manden. Heb ik al een keer laten zien, geloof ik. En nu heb ik deze erbij. Super leuk. Ik kocht nog zo'n blikje. Ik heb er hier eentje voor mijn koffiecups. En een grotere voor. Ik weet niet wat er in die grotere zit. Maar ik vind deze best wel chic. En heel handig en goede kwaliteit. Badpapier, want dat had ik niet meer. Een slaapbroek die ergens in de tas ligt. Ik vond het zo. Ze hadden een pak met nieuwe posters. Ik weet niet of jullie nog weten dat ik deze altijd kocht. Die gebruikte ik als kaarten voor Comment. Nu heb ik te veel bestellingen, dus ik schrijf geen persoonlijke kaartjes meer erbij. Maar ik wilde deze wel weer aan mijn collectie toevoegen. Ze zijn echt super cute. En het zijn echt hele leuke posters. Wattenstaafjes, omdat ik op school ga met een skelet... spelletje doen met pincet en dan zijn dit de botten. Dus ik had wattenstaafjes nodig. Nog meer sokken. Foodies. Een plantenspray, want we hebben het thema groei. Dus dat vond ik leuk voor in de klas. Maar eigenlijk ook om Wally mee naar te spuiten als het te warm wordt. En dit is de broek. Ik heb hem nog niet gepast. Dat zal ik wel in mijn vlog gaan doen. Maar deze was maar 4 euro. Een chill broek. En deze kan echt niet meer. Maar ik ga hem niet wegdoen. Dat is echt mijn lievelings. Aluminiumfolie, want dat had ik ook niet. Dat moest ik laatst bij mijn buurmeisje halen. Nog een oplader, een grote roze lange, die er ook nog eens heel erg leuk uitziet, want je kan er nooit genoeg hebben. Nog meer zakjes, ik wist niet dat ik ze al had. En een hele leuke verpakking, sticky notes. Dit is echt heel handig in de klas. Heel cute. Een panty. Ik ben heel benieuwd of die goed is. Maat 40, 44, 40 Denier.
Vaseline. Wat ik nooit echt meer gebruik. Ik gebruik alleen maar eigenlijk wat betere dingen dan vaseline. Zoals Eat Hour Cream. Maar ik heb het niet meer. Het was allemaal op. Dus ik dacht, ik heb nu weer iets voor mijn lippen. Want ik heb echt weinig in huis. Lekker. Ik drink eigenlijk bijna nooit alcohol. En ik vier maar één keer per jaar een feestje. En mijn verjaardag was vorige week. Maar toch kocht ik deze shotglaasjes. Omdat ik ze te schattig vond. En het heel weinig ruimte inneemt. En ik ze echt heel leuk vind. En twee hele mooie dingen. Ik heb namelijk maar één grote schaal. En als ik een salade voor mezelf wil maken, kan ik die nu hierin doen. Ze hadden er nog maar één. En blauwe, die vond ik niet mooi. Dus ik dacht, nou, ik koop er één en hoop dat ik nog een tweede vind binnenkort. Want ik vind één altijd weinig. Ik vind dit een hele mooie schaal. Volgens mij was deze 4 euro. En deze was 6. Vind ik ook heel mooi. Ik koop echt heel weinig schalen, glazen, dat soort dingen. Omdat ik gewoon niet te veel wil hebben zoals vroeger. Maar dit zijn echt wel aanwinsten. Heel blij mee. Echt heel leuk. En oh, als laatste. Die zitten echt in al mijn shoplogs. De winterkleding heb ik nu een beetje weggehaald. En nu zomerkleding. En een trui neemt natuurlijk 3 keer meer ruimte in dan een jurkje. Dus er past weer meer in mijn kast. Dus ik heb weer meer haken. En dan was dat mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben er heel snel doorheen gegaan. Laat me weten of het net te snel was. Of dat je het chill vindt. Ik vind het altijd wat chill. Want ik wil gewoon de producten zien die iemand heeft gekocht. En niet een heel verhaal eromheen. Waar ik overigens ook heel goed in ben. Maar ja, dan was dit mijn video. Ik hoop dat je hem leuk vond. En dan zie ik jullie wel weer bij een weekvlog of op Instagram. En ik wil nog heel graag één ding aan jullie laten zien. Het komt net uit de vaatwasser. Maar deze heb ik gisteravond binnengekregen voor mijn webshop. En die wil ik eventjes aan jullie laten zien. Promotie. Als je hiervan houdt. Heel leuk. Een mok. En een schoteltje. Ik vind het echt geweldig. En bijvoorbeeld ook dit hele mooie schoteltje. En zo heb ik nog veel meer leuke home dingetjes. Dus mijn webshop staat ook in de beschrijving. Ik wist niet dat ik dit ging laten zien, maar ik dacht er ineens aan. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.